Vandaag de gast Robert Serrie, de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. En niet alleen dat, ook van een van de oprichters van Open Door Ukraine. Dat is een organisatie die hulp biedt bij de wederopbouw van Oekraïne tijdens de oorlog. We hebben het net kort al over gehad. Jullie bouwen onder andere bijvoorbeeld kapotgeschoten daken van ziekenhuizen weer op. Zo moet ik me voorstellen, toch? Ja, dat klopt. Dit is een voorbeeld in Vilniansk. Dat is in Zaporizhzhia, dus die provincie die niet zo ver van de frontlijn ligt. Mm-hmm. Daar is een regionaal ziekenhuis, is 2 keer direct beschoten door Russische raketten. Het hoofdgebouw van het hospitaal staat er niet meer, maar in een bijgebouw, wat ook een polyklinische kliniek was. Daar was het dak ook kapot van. Dat hebben wij inmiddels al hersteld. Dus dat betekent dus dat, dat alle kritieke functies van het hospitaal toch door kunnen gaan. Het betekent dus dat zo'n 40.000 mensen bezoeken dat hospitaal per jaar in die regio. Dus je kunt zich voorstellen hoe belangrijk dit is, dat zo'n hospitaal wel blijft functioneren. Uh-huh. En wij hopen nu, als we ook steun krijgen van subsidie van de RVO, Nederland heeft een reconstructiefaciliteit in het leven geroepen, dan hopen we eigenlijk ook het hele hospitaal nu weer te kunnen restaureren, inclusief een schuilkelder. Met, het leven gaat deels ondergronds. Bijvoorbeeld een kraamkliniek mag nu alleen maar ondergronds zijn in Oekraïne. Dus dat willen we dus gewoon allemaal gaan vanwege doen. Vanwege het risico op inslagen. Vanwege het risico op inslagen, ja. En misschien andere kritieke functies van het hospitaal gaan dan ook ondergronds. Ja. Dus dat is wat we nu hopen te kunnen doen. Wordt dan een van onze grotere projecten. Maar wat we vooral, daar zijn we eigenlijk mee begonnen, doen is ook vooral gewoon mensen helpen weer aan een dak boven hun hoofd. Vrij letterlijk. Heel letterlijk. Dan moet u denken gewoon aan flatgebouwen die kapotgeschoten zijn. De daken. Dan begint het altijd eerst met het repareren van de daken. Hoe werkt dat dan? 20 projecten. Ja, u krijgt geld binnen via crowdfunding hier in Nederland onder andere. Ja, crowdfunding. En ik ben heel dankbaar voor Nederlanders die nog altijd heel gul blijven geven. Heel belangrijk blijft dat voor ons. Maar om nu echt wat groter te kunnen worden, hopen we dus nu ook steun te krijgen. Bijvoorbeeld van de Nederlandse regering, ik noemde dat al net. En we worden ook bijvoorbeeld geholpen door Stichting Vluchtelingen. Ik ben ook Tineke Seelen daar heel dankbaar voor. En ook Oxfam heeft ons geholpen. En dat is ook weer een beetje gegaan via Oxfam Novib. Ja, dus op die manier lopen de geldstromen binnen. Maar dan zit u hier, heeft u dat geld tot uw beschikking. U bent zelf gevestigd in Nederland, gaat wel af en toe naar het land toe. Maar hoe zet u mensen aan het werk in Oekraïne? Ja, dat is omdat we dus inmiddels ook een kantoor hebben opgericht. Dus er bestaat nu een Oekraïnse vestiging van Open Door Ukraine. En daar werken nu zo'n 4 mensen al. En die doen het. Wat we doen is meestal brugfinanciering. Mm-hmm. Wij zorgen ervoor dat een dak weer gerepareerd kan worden. Altijd met anderen. Vaak ook met de VVE zelf. De Oekraïnse VVE. Dat is een OSBB. Dus op die manier, de lokale autoriteiten betrekken we er altijd bij. Die moeten er allereerst voor zorgen dat het water, gas, elektra weer terug kan naar zo'n gebouw. Op die manier werken wij dus aan een soort netwerk en dan brugfinancieren wij meestal nooit met bedragen groter dan zo'n 50.000-60.000 euro. Dat is meestal genoeg om het dak te kunnen laten repareren en dan in fase 2 ook de façade. Dat doen we dus nu al met 20 projecten. We zijn begonnen in Irpin. Het is eigenlijk toevallig begonnen met mij toen ik zo'n gebouw zag dat geen dak meer had in Irpin en in contact kwam met de bewoners ervan. Mm. Tijdens mijn eerste bezoek nadat deze oorlog was begonnen, dus dat was in juli 2022, geloof ik. Ja, en nu doen we al zo'n 20 projecten over het hele land. Ja, wat een mooi werk. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je soms een huis opbouwt wat vervolgens weer beschoten wordt. Nou, die kans is natuurlijk altijd aanwezig. Maar we werken natuurlijk alleen, dat zeg ik ook aan donateurs die misschien zeggen van ja, we hebben precies die vraag van u. We werken natuurlijk alleen in gebieden die weer relatief stabiel geworden zijn. Niet dus direct aan de frontlijn liggen, bedoel te maar te zeggen. Nee, precies. Nee. Ja. Ik zei al dat aanstaande woensdag demissionair minister van Defensie Ollongren mijn gast is. Zij zei onlangs, er is geen grens aan wapensteun als het gaat om Oekraïne, wat haar betreft. Geeft u dat moed? Of is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid wat u betreft? Nou, ik ben heel blij dat ze dat zegt natuurlijk. Ik zou zeggen, voeg dan de daad bij het woord. Ik bedoel, dat is mijn frustratie. Dat we dat wel horen van onze regeringsleiders. En niet alleen natuurlijk hier in Nederland. Ik denk dat Nederland trouwens heel veel heeft gedaan. Ik geef Nederland wel graag die pluim. Denk ook aan de F-16's.
die zo nodig zijn nu en die hopelijk nou eindelijk ook geleverd kunnen worden. Maar het gebeurt altijd zo traag en zo laat. En zo mondjesmaat? Nou, een beetje wel, toch. Hè? Als je ik heb het al gezegd, de Duitsers die wel heel veel doen ook trouwens. Hè? Als je kijkt naar de Duitsers, Duitsland is ontwaakt uit zijn vredesslaap. Hè? Duitsland haalt nu de 2%-norm. Is de grootste leverancier van wapens geworden uit Europa aan Oekraïne. Mm-hmm. Maar men heeft telkens weer getwijfeld over het type wapens, waardoor die te laat kwamen om een echt verschil te kunnen uitmaken aan het front. En dat speelt nu bijvoorbeeld ook weer met die Taurus-raketten. Ja, ja. Dat is dan vanuit Nederland bezien. Hè? Zegt nou, oké, die pluim geef ik aan de Nederlandse overheid. Aan het begin van het uur kwam kort zijn naam voorbij, Donald Trump. Ja. En toen kregen we het over die steun die nu bij het congres nog ligt. Maar 2024 noemde u een sleuteljaar voor Oekraïne. Dat is dus ook een jaar waarin die Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan plaatsvinden. Trump werpt zijn schaduw al vooruit door uitspraken te doen over de NAVO, et cetera. Hoe kijkt u naar een mogelijke herverkiezing van Trump? Wat zou dat betekenen voor de oorlog in Oekraïne, denkt u? Nou ja, ik denk dat we er dus heel serieus over zullen moeten zijn. Want die kans is dus echt reëel dat Trump de verkiezingen wel kan gaan winnen in Amerika. En dan moet je altijd weer afwachten wat Trump dan feitelijk doet. Maar dat hij natuurlijk, hij heeft dingen gezegd natuurlijk. Met name zijn laatste uitspraken die dus helemaal ingingen tegen dat artikel 5. Dat hij gezegd heeft, als wij niet betalen, dan trek ik mijn artikel 5 commitment in. Dat zijn natuurlijk toch wel vege tekenen. Maar ik wil toch niet. Kijk, we moeten ons dan toch voorbereiden op een situatie dat Trump aan de macht is. Dat hij dan waarschijnlijk zal proberen om die oorlog te beëindigen. Alweer, ik hoop dan dat Oekraïne sterk genoeg is om zoiets mogelijk te maken. Ik denk niet dat met Trump aan de macht en de Republikeinen die nu om puur politieke, electorale, et cetera, redenen dus dwars liggen bij dat het huidige financiële steunpakket. En dat is natuurlijk schandalig, zeg ik, dat gebeurt. Daar hebben we het al over gehad. Maar ik denk niet dat diezelfde Republikeinse partij, als die met Trump aan de macht is, opeens het beleid van de VS helemaal zal veranderen. Dat kan eigenlijk niet. Nee. U noemde dus 2024 een sleuteljaar. Ja, ik herinner u ook vanwege dit. Ja, ik herinner u aan die uitspraak, omdat ik dan eigenlijk met u vooruit wil blikken naar het gesprek dat we mogelijk over een jaar voeren. Dan staan we stil bij 3 jaar oorlog in Oekraïne, want die oorlog is dan niet voorbij, begrijp ik uit uw woorden. Als we dat dus in gedachten houden, dat sleuteljaar wat we nu naartoe gaan, wat zijn uw verwachtingen voor dat gesprek dat we over een jaar voeren? Hoe zitten we dan tegenover elkaar? Nou ja, dan hoop ik dus dat Oekraïne dingen die op dit moment mogelijk zijn, niet uit te sluiten zijn, dat ze het niet zullen volhouden, dat dus gebleken is dat ze sterk genoeg zijn geworden. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, kijk, ik ben erg bezorgd dat Avdiivka maar het begin kan zijn van negatieve ontwikkelingen aan het front. Ik zou daar vooral de heer Osinga ook over willen bevragen. Maar kijk, ik hoop dat we eigenlijk dan in een situatie zitten dat we over dit dode punt heen zijn van acute gebreken aan wapens en vooral munitie. Dat Oekraïne op dat moment ook met een groter aantal Europese landen en hopelijk ook de VS die langjarige akkoorden heeft gesloten. Mm-hmm. Zodat het duidelijk is dat wij dat land niet zullen laten vallen. Ja, dan hoop ik dat tegen het eind van dit jaar misschien we dichter bij die mutually hurting stalemate komen, waar we het al over gehad hebben. Waardoor een mogelijk einde van de oorlog in zicht komt. Ja. Ja. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.